toen die ja, de scheidsrechter floot, dan was hij van, ik zat even van, weet je, eindelijk. Nu als ik zo mijn ogen toe, ik herinner mij wanneer dat ik voor de keeper kom met die eerste. Bij die tweede weet ik nog, ik keek achter mij wanneer ik zelf de bal veroverde. En dat was gewoon de sprintduel, maar ja, ik wist gewoon van dat ik die sprintduel ging winnen. Soms zit je dat zo in wedstrijden dat je weet van je staat gescoord en dan scoort je nog eens en dan weet je van ja, je voelt dat aan zo. Dat was zo'n ding zo van ja, ik had wel het gevoel van het is klaar, maar ja, dan scoren ze wel die 2-1, maar dan nog. Je hebt zo'n gevoel van ja, vandaag is onze dag en gaan we het doen. Ja. Ja, zoals ik zeg, het begin was, ik moest er echt wel in komen, denk ik, op internationaal niveau voor België eigenlijk. En dat vind ik wel het mooie voor bijvoorbeeld aan mijn carrière tot nu toe is het altijd wel stapsgewijs, maar altijd beter, 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 beter. Ja, op dat moment dat dacht ik van ja, ik dacht dat echt wel toen van yes, het eindelijk gescoord in de kwalificatie. Ik heb misschien, ik weet niet hoeveel wedstrijden ik toen al had gespeeld, maar ik denk niet dat mijn statistieken toen indrukwekkend waren zoals nu. Maar het belangrijkste was gewoon dat we ons kwalificeren. Dat was echt wel mijn grote droom, is aanwezig zijn op een grote toernooi op jonge leeftijd. En ja, ik denk gewoon, die hele wedstrijd op zich was een heel mooie ervaring.